Nou, kijk eens aan wat een donkere lucht. Maar wel mooi. Heel mooi, bijzonder. Dan komt er toch een schip met zure appelen aan. Wow. Waarom, hè? Waarom? Lieve vrienden, een hele goede, fijne middag gewenst. Ja, en ik zou zeggen, welkom bij een gloednieuwe vlog. Ja, ik moet nog even met Rijka wandelen, dat gaan we straks doen. Maar ik heb een leuke kaart gekregen. Ja, die vind ik leuk. Poes een beetje erop. Van onze Corrie. Helemaal leuk! Hallo Corina, juffertje in het roos. Op tv maandagavond 21:30. Wat heb ik jou gezien? Te kort hè, vind je niet? Toch leuk dat ik je gezien heb. Groetjes vanuit Lisse, tot ziens. Tot ziens. Ja, dan staat er ook nog in de afkorting tot ziens, geloof ik. TZT. Terzijde tijd. Corrie. Nou lief hè. Ja, geweldig. Dus die ga ik straks weer bellen. En dan zal ik er ook zeggen dat ik toch wel een mooie filmpje voor haar heb. Ja, die heb ik ook. Ja. Ik heb de hele uitzending en ook dat ik er langer in zit. Ja, gewoon naar YouTube toe gaan. Man bij het hond. En dan de aflevering van 15 juni. Ja, dan zie je mij veel langer. Ja, SBS die heeft ook het recht om te knippen, om een pauzes erin te gooien, etc. Dus ja, waarom ze dan op zo'n rare manier het afgekapt hebben, ik weet het niet. Maar ze beter of iets eerder nog moeten doen, dat het echt dan een einde leek. Of ja, toch wachten met die reclame. He, doe dan voordat die andere begint. Maar nee, knip maar raak, zegt SBS. Ja. Maar oké, maakt niet uit. Nee, ik ben erin geweest en Mandy heeft me massaal gezien. En ik heb het massaal druk op Facebook met mijn plaatjesparadijs. Ja, ik kom bijna niet aan mijn andere groepen toe. Terwijl die toch ook heel belangrijk zijn. Vooral de 50 plus. Ja, daar hebben we al zoveel leden. Straks ga ik met de plaatjesparadijs ook die kant op. Ik ben al bezig om daar ook sowieso eerst één moderator te krijgen. Dan kan die daar haar beentjes, ja, kan zij daar helpen. Maar dan moet ik eerst weten of ze dat wil, ja of nee. En ja, ik kan niet op alle plekken tegelijk zijn, toch? Nee, dat gaat het niet worden. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen geniet. Het is een beetje vreemd weer, bewolkt, maar wel warm. Want ik zie iedereen in, luchtig erbij lopen, dus het zal wel warm wezen. Ik ben wel bij de tuin geweest, verder niet, maar in de tuin, ja, daar zit je de schutting. Dan is het sowieso veel warmer dan buiten de schutting. Hé, dametje? Ja? Jammeran? Eeuwin? Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles en gaan wij ook doen. Ik neem de camera mee, kijken of ik wat leuks zie. Sowieso met dat nestje waar ze druk mee bezig zijn te bouwen. Vadertje lief, die sleept de takjes aan en moedertje die ligt ze in de goede orde. En vadertje helpt dan nog eventjes de rang schrikken, zo lief gezicht. Dus ja, als ik daar kan stil blijven staan, dan zal ik filmen. Maar ik kan niet er iedere keer stil blijven staan, omdat er wel weer andere dingen zijn. Of mensen met andere honden. En ja, dan heb ik Rijka te trekken en te doen en om me heen te hangen. Dus ja, dat gaat niet.
Maar ik zal mijn best doen, lieve vrienden. En ja, ik geniet daar ook dat stukje. Echt zo lief. Jamreel. Jamreel. Hey, Mareel. Mieuw, mieuw. Ja, meisje. Hé. Hey. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles wat jullie doen gaan. Ik ga het ook doen. Ik zou zeggen, tot later. Edke, was het lekker? Was het lekker, meisje? Ja, lekker bekkie af, hè. Was het lekker, hè? Lekker snoepie, hè? Oei, oei, oei. Schapenvet snoepie, hè? Oei, oei, oei. Ja? Ja, lieve vrienden, en Mary is er. Ja, ja. En we gaan straks, waar gaan we naartoe, Mary? Budgetwinkel. Ja, dus ja, gezellig. En als ik terugkom, ja, dan laat ik het natuurlijk jullie zien, hè. Wat we hebben, tenminste, wat ik heb. En of ik wat koop, ja, dat is ook nog altijd de vraag. Want ik weet niet wat het assortiment is. Maar we zullen het beleven. Ja, 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 ja. Maar ik heb eerst nog lekker een bakkie koffie. En die ga ik eerst opdrinken. Zeker te weten. Hé, Rijka? Of niet dan? Ja, nee, jij moet jij ook. Ja? Je moet hem eruit. Rijka? Enkel, ik zie mezelf dan niet meer. Dat is nu, dat is pech. Hé, Rijka? Rijka? Oh, kijk, daar is Ewing. Die legt lekker te slapen. Op de kussen. Ja? Maar oké, lieve vrienden, jullie weten er weer wat van en die duikt weer onder de tafel. Kiekeboe, ga je schuilhokje spelen? Oh, maar daar ben ik ook goed in hoor. Zie je wel? Ja, daar ben ik ook goed in. Ga eens aan voor het kleed zitten. Nou oké, lieve vrienden, tot later. Ja, hallo lieve vrienden, daar zijn we weer. Ja, 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 ja. Ik ben dus met Mary naar huis toe gegaan op de scootmobiel na een bak koffie en een gebakje genuttigd te hebben. Toen zijn we met haar brommobiel naar Julianadorp geweest, naar dat een goedkopere winkeltje. Maar ja, ik heb daar wel wat kunnen kopen wat ze hier bij de supermarkten niet verkopen en dat is dus voor de diertjes. Maar de rest kan ik hier ook kopen voor hetzelfde geld. Op één ding, hè? Want dat is hier weer wel duurder. Maar voor de rest maakt het qua geld niet zoveel uit. Nee, vind ik. Maar wie ben ik? Leg eraan waar jij op let. Ik let altijd op de prijzen. Nooit niet op de houdbaarheidsdatum of wat dan ook. Nee, ik let op de prijzen. Want het wordt toch gelijk meestal genuttigd. Ja. Nou, ik heb gekocht, laat ik het zien, 4 maal voor Rijka schapenvet, dat zijn blokjes, het is gezond voor huid en alles. En nog een keer maar een ander smaakje denk ik, dan zal ik dat daar neerleggen. Dit is heel makkelijk en heel handig, beter denk ik, vermoed ik, dan een halsband op pipetjes. Bij Rijka helpt een pipetje niet eens. Dus ik probeer nou dit. Het is dus een spray. Moet je eerst goed schudden en in de nek spuiten en op de rug. Helpt voor vlooien, teken, weet ik veel. Een sticky trap, weet ik wel wat dat betekent. Dan gaan we zo meteen wel eens opzoeken op internet. Sappie, sappie, 2 maal eieren en pannenkoeken. Maar die pannenkoeken die zijn hier allemaal over een euro. Deze nog net niet. Dus ja, dat is het enige wat, en dit, dat verkopen ze dus niet bij een supermarkt hier. En daar verkopen ze het dus wel. Dus ja, daar ben ik blij mee. Helemaal super blij. Ja, geweldig. Dus we zullen er nog een foto van maken en even versturen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder. Hé, Rijka? Ja, nou, grote meid. Je bent een grote meisje, hè? Ja, helemaal alleen geweest, hè? De hele tijd. Potverdikkie, ja. Potverdikkie, hè? Zuimpjes met eeuwen in.
Maar ja, ze is ook hartstikke lief, simpel. Ja, mijn hoppadopie. Hé? Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze. Ga ik ook nog doen. Ik moet zo meteen ook weer met Rijka lopen. Nou ja, om een uur of zes. Ik zal zo eerst ook kijken of ik wel internet heb. Want ja, mijn internet die vloog er van achteruit, want er was een storing, hoorde ik. En mijn camera die werkt ook niet, dus ja, ik weet ook niet hoe dat allemaal zit. Ik moet dat ook nog eens even opstoven en doen. Maar in ieder geval, dat komt allemaal goed. Ik zou zeggen, geniet ze en we spreken elkaar later weer. Tot dan. Doei, 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 doei. Nou, kijk eens aan, wat een donkere lucht. Maar wel mooi. Heel mooi, bijzonder. Dan komt er toch een schip met zure appelen aan. Wow. Maar ik vind het mooi. Gaat het waaien? Ja, vind je het. Van lucht. Wat een lucht. Maar wel mooi, vooral daar achter die kerk. Wat is dat, Rijka? Wat is dat, Rijka? Oh, wat een lucht, wat een lucht. Hè? Ja, ja. Nou. Die gaat weer naar binnen. En binnen is het donker. Hè? Ja, nou, kind. Ga je het doen, meisje? Hé? Oh, het wordt echt bizar straks. Hé, meisje lief? Nou, we gaan weer sluiten. Dit wou ik jullie even laten zien. En ik wens jullie bij deze een hele fijne, liefdevolle avond toe. Geniet van alles wat je doet. Verlaat op deze avond. Welterusten met mooie dromen. En uiteraard... morgen weer gezond uit je bed zien te komen. Doe dat vooral. Dit is echt bijzonder. Ja, en pijn in mijn hoofd dat ik er door heb. En bang dat ik ben van onweer. Ja, maar ik laat lekker niks merken. Nee, jeetje Maria, wat erg. Maar oké, tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei. Nou, lieve vrienden, er is heel wat aan de hand. Ja, brandweer hier. Niet leuk meer om een auto in de fik te steken. Helemaal niet leuk. Laten ze met hun handen van andermans spullen afblijven. Dit is te erg voor woorden. Ik vind dit niet normaal meer. Echt niet. Waarom, hè? Waarom?
jongen, nog een grote tent. Heb jij ook maatjes dan? Een oud maatje, het gaat vissen, maar ze gaan gewoon vissen naar de uit. Dan liggen ze weer terug. Nu zal het toch niet op het werk kennen. Te schot voor. Wie doet nou zoiets, hè? Vreselijk.